Gian. Van Wonderen. Leonardo dus nu consequent aan de rechterkant. En Kalou aan de linkerkant. Maar van Leonardo hebben we op het moment in de eerste helft daar toch nog niet veel vernomen. Dit is echt uitstekend. Hier staat Leonardo aan de basis van deze treffer van Feyenoord. Korneev zet voor en de Hongaren werken die bal zelf in het net. Molnar is de ongelukkige die de bal in het doel glijdt. Korneev probeert natuurlijk Thomasson te bereiken. Maar Molnar voorkomt dat op een voor hem wel zeer ongelukkige wijze. En Feyenoord komt aan de leiding. Een oprisping van Leonardo ging eraan vooraf. Korneev ziet daar Thomasson. Molnar ziet nog kans voor Thomasson te kruipen. Maar met fatale gevolgen voor Dounafer. Want het is 1-0 voor Feyenoord. Voor de tweede keer in de Europacup geschiedenis van Feyenoord komt een Rotterdamse treffer op naam van een tegenstander. Maar het is op een aangenaam moment.